Ik ben op zoek naar dit adres. Ja, dat is bij mij. Sunny Boy is een Nederlandse film die gaat over de liefdesgeschiedenis tussen een Surinaamse jongen en een Nederlandse vrouw die moeder is van 4. Het verhaal is geschreven door Annette van der Schel en speelt zich af rond de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de film is in Suriname opgenomen. Voor regisseur Maria Peters en de aanwezige filmcrew was het maken van de film een bijzondere ervaring. Het is een heel mooi toegankelijk geschreven boek, waarin een heel groot stuk van de geschiedenis voor een heel grote groep mensen heel duidelijk wordt verteld. En dat maakt het ook heel aantrekkelijk om er een film over te maken. En tegelijkertijd ook heel moeilijk, want er is ook een heel hoog verwachtingspatroon aan verbonden. Want heel veel mensen hebben het boek gelezen en hebben een beeld van, nou, zo zien de echte mensen eruit, zo is het verhaal. En dus je moet heel goed nadenken hoe je het dan in film wil vertalen. Daar hebben we ook best wel wat tijd voor genomen. Wat een van de moeilijke dingen is, is dat de mensen hebben echt geleefd. Dus met je acties die je doet in het film en in je spel wil je niemand beledigen. Dus je probeert je heel goed voor te bereiden op de rol. En omdat het in een bepaalde tijdsgeest is opgenomen natuurlijk. Er zijn heel veel andere dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals de kleding en hoe ze liepen en hoe ze spraken en dat soort dingen. En dat was best wel lastig. Best lastig. Nou, ik ben best wel zenuwachtig, want ik hoop natuurlijk dat, dat het hier goed ontvangen wordt. Dat mensen niet zeggen, wat heb je nou lopen bakken? Maar ik denk, het boek van Annette is gewoon zo mooi en dat, ik hoop dat de film ook daaraan voldoet. Ook de 81-jarige Waldemar Notz, Sunny Boy himself, was aanwezig. Die is speciaal afgereisd voor de première in Suriname. Was het anders hier in Suriname? Wat zegt u? De film, want u heeft hem al heel vaak gezien, maar was het anders hier in Suriname? Ja. Er waren verschillende reacties die ik in Nederland niet gehoord heb. En ja, ik kan ze moeilijk definiëren. Maar ik moet zeggen, ik had hem ook nog nooit op zo'n groot scherm gezien. Nou, het was een ontzettend mooie zaal en een heel fijn publiek. Mensen reageerden enorm op de film. Er werd heel veel gelachen en ook ontroerd gereageerd. En voor iemand die de film, voor mij als filmmaker, ja, is dat het mooiste compliment. Dus ik was er heel blij mee. Ik vond dat dit toch behoorlijk veel het boek naderde. Dus ik zou niet echt wat anders willen zien. Wat vond je van de actrice, de hoofdrol? Ricky Kolen. Ja. Ja, fenomenaal. Zij trekt de hele fucking film. Mensen vragen dat er weinig van Suriname in beeld was. Wat vond je? Ja, maar het is zo lang geleden in de tijd dat je meer van Suriname niet zou kunnen tonen. Dus ik vind het behoorlijk dicht genaderd. Ik vond het heel goed. Ik vond het allemaal op zijn plaats. Ik heb net gehoord van de producer Hans Pos dat de film 60 opnamedagen had. Hé, hey, dat vind ik fenomenaal. Want ik dacht dat het een film was van 90 opnamedagen. Dit is professionele babbel, hè? Maar 60 opnamedagen, dat is heel bijzonder. Dus dan is het wat ze noemen pre-prepared production planning. Maar ja, het is niet misselijk wat daar dan een organisatie op het doek komt. Daar neem ik mijn hoed voor af. Sunny Boy heeft in een week tijd al 2500 bezoekers aangetrokken. Volgens Eddie Wijngaarden van TBL Cinemas is dat best veel voor Surinaamse begrippen.